Vrijdag 11 maart is de economische missie naar Frankrijk. Een van de onderdelen van die economische missie is de circulaire economie. Ook een van de speerpunten van het kabinet van het Nederlands voorzitterschap dit half jaar. En de circulaire economie kan er toe bijdragen dat we een heleboel problemen in de samenleving kunnen oplossen, met name het milieu. Ja, macro-economisch vind ik het altijd heel lastig om eigenlijk te praten over een circulaire economie. Want ik heb altijd al geleerd uit de tekstboekjes dat een economie gewoon een kringloop is. En wat is er dan nu nieuw? Nou ja, dat zijn vooral die grondstofkringlopen en die spullenkringlopen. Maar als je dat dan weer macro-economisch vertaalt, dan kan je niet anders tot de conclusie komen dat als je spullen langer hergebruikt, als je minder spullen gaat maken, als je ze beter benut, dat je uiteindelijk een minder snel door de economische kringloop loopt. Ofwel dat er minder spullen worden geproduceerd. Ofwel dat je economische krimp moet hebben. Dat zou het succes van de circulaire economie moeten zijn. Maar gaat het een stimulans worden voor de macro-economie? Of heeft het echt andere consequenties? Ik denk uiteindelijk dat het andere consequenties heeft. Als je het echt tot in de extremis doordenkt, dan zou het moeten betekenen dat je minder economische groei in termen van BBP, van het bruto binnenlands product, hebt. Dat je wel misschien meer banen kan hebben, omdat je in plaats van dingen te gaan produceren, juist meer spullen gaat repareren, gaat hergebruiken, meer dienstverlening. Dus dat zou heel mooi zijn. En natuurlijk, als je kijkt naar een breder welvaartsbegrip, levert het natuurlijk wel wat op. Hè? Minder milieubelasting, dat is toch eigenlijk het doel van de circulaire economie. En daardoor een houdbaarder economisch systeem. Waar staan we nu met de circulaire economie? Wat je kan zien in Nederland is dat het gaat echt om een mentaliteit van een ondernemerschap, van bedrijven die mooie, nuttige dingen willen doen. En soms niet eens omdat het circulaire economie is, maar gewoon omdat het een goed plan is. Nou, vind ik als econoom eigenlijk altijd veel beter, dat het gewoon een goed plan is in plaats van iets circulairs. En dat is natuurlijk ook vaak de bedoeling, dat je uiteindelijk gewoon een winstgevend bedrijf hebt, maar wat ook duurzamer werkt. Vrijdag de handelsmissie. Hoe staat Nederland ten opzichte van Frankrijk in de circulaire economie? Ja, het zijn echt twee compleet verschillende landen. En dat is ook wel mooi aan deze missie. Als je kijkt naar Nederland, dan zijn het vooral, wat ik al zei, is de mentaliteit, het ondernemerschap. Daar begint het. Mensen met goede plannen die gewoon gaan beginnen. En die kijken hoe ver ze komen. En dat lukt vaak wonderwel. Frankrijk doet dat totaal anders. Net als elke president een groot ding maakt, doen ze dat in veel regio's ook. En sommige mensen hebben daar bedacht dat het dan de circulaire economie moet zijn. Er wordt meteen een industrieel park aangelegd. Er wordt een infrastructuur op ingericht, zodat het afval van of de warmte van het ene bedrijf de grondstof voor het andere bedrijf is. Dus dan kom je op lokale schaal soms veel verder, doordat de overheid het initiatief neemt. En dat is wel echt anders dan in Nederland. Belangrijke vraag. Wat kan een bank met een circulaire rekening? Ik weet niet of het een belangrijke vraag is, maar het is wel een nuttige vraag. Daarom zijn we er als Rabobank ook mee bezig. Ik denk dat je als bank vooral in die circulaire economie een regisseur zou moeten zijn. Een regisseur die heel goed moet snappen wat die bedrijven nou aan het doen zijn. Het is vaak pure innovatie, dus je moet dat heel goed snappen. En je moet ook snappen wat ze met elkaar doen. Want een circulaire economie is bij uitstek iets waar bedrijven steeds meer samen moeten werken in een keten. Want het afval van de ene is de grondstof voor de ander. En dat betekent dat die twee bedrijven, stel dat het twee zijn, afhankelijk zijn van elkaar. Dat ze ook soms samen moeten investeren in een infrastructuur om bijvoorbeeld warmte van de een naar de ander te krijgen. En die moet ook gefinancierd worden. En dan moet je als bank denken, wie heeft dat risico? Iets anders is, als je het hebt over leaseconstructies, dat bedrijven vaak veel minder op assets kunnen worden gefinancierd, maar op cashflows. Dus een andere manier van kijken naar het financieren van veel bedrijven. Wat ook een consequentie kan hebben voor de strategie van een bank. Dat kan zeker gevolgen hebben voor wat je als bank doet. Want we zijn nu gewend dat een bedrijf komt en je gaat uit van bankfinanciering, dat is je rol. Maar het zou heel goed kunnen dat je op termijn moet zeggen van als bank kan je heel goed de risico's inschatten, omdat je snapt wat het is. Voor een deel is het te risicovol, dus we willen daar risicodragend kapitaal in brengen. En we zijn meer een makelaar in die circulaire economie. Een makelaar van geld.